Oh ja. Golf. Ach, nou ja, weet je, dat is een moeilijke sport natuurlijk. En nou ja, er wordt al eens een keer een balletje geslagen. Maar ook deze van de bewuste speler eindigt weer in de bovenhaal. Ja. Dus persoon in kwestie, de golfer, die gaat op zoek naar zijn bal. En hoe verder hij zeg maar verdwijnt in het struikgewas, ruikt hij ineens iets. En hij zoekt een beetje door en dan ziet hij ja, een beetje heksachtig wezen dat in een potje aan het roeren is. Dus hij zegt van, wat doe jij hier in de Bosdhaven? En zij kijkt hem aan met die grote haakneus en zegt, ik maak een toverdrankje. Ach, hoe interessant, zegt die man. Waarvoor moet dat dienen? Nou, als je een slokje hiervan neemt, dan word jij een buitengewoon goede golfspeler. Ja. Hoe zegt die golfer, zou ik dan een kopje van mogen drinken? Ja, dat kan wel. Maar ik moet je wel waarschuwen, dit drankje heeft namelijk nogal wat vervelende bijwerkingen. Ja, je seksleven zal er alleen maar belabberd en een belabberder gaan uitzien. Oh, zegt hij, als ik goed kan golven, dan neem ik dat er gewoon bij, hè. Dus hij drinkt inderdaad dat toverdrankje tot op de bodem op. En wat denk je dat er gebeurt? Hij gaat terug naar de golfbaan. Hij slaat daar zijn eerste bal. En wat denk je? Hole in one! Nou, hole in one! Kijk. Ja! Daarna verbeterde alleen maar. Menno, hij haalt de ene prijs na de andere haalt hij binnen. Uiteindelijk gaat hij ook meespelen op de Tour. Ik weet niet, miljoenen aan prijzengeld valt hem ten deel. En ja, uiteindelijk keert hij weer eens een keer terug op de golfbaan waar het allemaal gebeurd is. Weet je, en hij denkt, ik ga toch nog eens even kijken in die bossage. Of zij daar nog is. En wat denk je? Oh, ze was er nog. Hoe is het met jou gegaan? Ja, geweldig eigenlijk. Ik heb ongelooflijk veel prijzengeld in de wacht gesleept. En ja, dat wil ik allemaal niet weten, zeg. Hoe is het met de seks? Nou, dat is een van de bijwerkingen waar ik je voor gewaarschuwd had. Ik denk dat jij niet heel veel lust hebt kunnen botvieren. Nou, zeg, uiteindelijk valt dat toch wel mee, hoor. Ik denk toch wel 3 of 4 keer in het afgelopen jaar. Hè? 3, 4 keer? En dat vind jij niet slecht? Nee, zegt hij. Voor een pastoor met een hele kleine parochie valt dat best wel mee. Radio 10.